En we besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen, 21 september. Tijdens de avond en nachtelijke uren is het overwegend bewolkt met perioden van verspreid lichte tot matige buien over geheel Suriname. Op sommige plaatsen gaan die gepaard met onweer en windstoten. De kans bestaat op enkele kortstondige zware onweersbuien. Morgen gedurende de dag is het wisselvallig weer, perioden met lokaal lichte tot soms matige onweersbuien die soms gepaard gaan met windstoten. In het binnenland en westen van het land is er kans op kortstondige zware onweersbuien. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 22 september er gedurende de avond en dag kans is op kortstondige zware onweersbuien die gepaard gaan met windstoten.